Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robert en in deze video gaan we Minecraft spelen en ik ga jullie uitleggen hoe je een drankje van weakness kan maken in Minecraft. Maar oké, dus eerste dingen die je moet craften hiervoor. De crafting recipe zitten hierin, dus een brouwstandaard maak je door van midden van boven een blaze te zetten en dan daaronder gewoon drie keien. Dan een glasbottle maak je zoals een emmer, maar dan van glas. En een fermented spider eye, of kolend spinnenoog in het Nederlands. Dan maak je zoals het recipe links van onder staat. Maar oké. Okay. Dus. Dat zijn de ingrediënten die je moet craften. Heb je ook nog andere ingrediënten, zoals natuurlijk mijn blaze rots even bij elkaar. Natuurlijk gelieve drie waterflesjes te hebben. Blaze poeder. Daar zal je twee van nodig hebben. Een redstone of een glowstone, je kan kiezen. Ik ga het in deze video met redstone doen, maar wat verschil is gewoon: redstone zorgt ervoor dat je drankje langer duurt en glowstone zorgt ervoor dat het sterker wordt. Maar oké. En dan gunpowder is natuurlijk ook wel handig, omdat ja, een weakness potion wil je natuurlijk splash hebben, want je wilt dat natuurlijk niet op jezelf doen, dat zou best wel dom zijn. Maar oké. Dus dan gaan we natuurlijk gewoon het blazepoeder zetten in het vak waar het blazepoeder moet. Dan gaan we, netherkruid heb je ook nodig, of netherwarts, hoe je dat wil noemen. Dat heb je nodig om een arcboard potion te maken. Zet onze drankjes hier van onder en dan gaat hij beginnen met een arcboard potion te maken. Dus ja, ik ga even brouwen, dan zie ik jullie weer terug als ja, het gedaan is. En oké, we hebben nu arcboard potions, of onhandige drankjes in het Nederlands, hebben we nu gekregen. Dan verwijderen we het netherkruid of netherwart, zoiets we noemen. En dan gaan we blaze powder van daar naar hier van boven zetten. En als dat gedaan is, krijgen we een potion van strength. Zoals je ziet heb ik nu drie drankjes van sterkte gekregen. Maar ja, om er dan een drankje van weakness, dus van zwakheid van te maken, moeten we daar kolend spider eieren van boven bij voegen. Maar wat kolend spinnenoog of fermented spider eye doet, is gewoon, het maakt je drankjes omgekeerd. Van een drankje van sterkte krijg je er een van zwakheid. Van, ik denk, night vision krijg je blindness. Van de speed krijg je slowness. Allee, het wordt dan omgekeerd, oké. En dan gaan we nu denk ik gewoon redstone toevoegen, want dan duurt dat langer. En dat is natuurlijk chill om een drankje te hebben wat langer duurt, zo dan is je tegenstander langer zwak. Onze drankjes duren nu 4 minuten. En ze, dus ja. Als ik er nu glowstone ga bijvoegen, dat gaat niet werken. Maar wat we wel kunnen doen, is we kunnen er gunpowder bijvoegen. Nu splash potions gekregen. Zoals je ziet, het duurt iets korter. Maar ja, dan kan je natuurlijk wel gewoon op je tegenstanders gooien. En dat is best wel handig voor in combat. Want dan hebben zij gewoon 1 aanvalschade minder. Dus ja, als dat bij elke attack telde maar eens op, dat is best wel veel. Dan ga ik jullie nu bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vond, vergeet dan zeker geen like te geven. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Daag!